Stripvrienden, ik heb heugelijk nieuws. De video die jullie nu aan het kijken zijn, dat is mijn 100ste stripbespreking. Ja, hoe is het? Wie had dat gedacht? En ja, dan is het even de keuze natuurlijk, welk album ga ik bespreken? En ik bedacht mij dat ik ontzettend veel zin had om weer eens een Elsje album te bespreken. En dat kwam mooi uit, want in Rijswijk is er een nieuw album uitgekomen. Namelijk Elsje maakt geschiedenis. En geschiedenis is natuurlijk altijd heel saai. Ja? Op school leer je allerlei dingen die eigenlijk vroeger gebeurd zijn. Waarvan je echt denkt van, wat heb je daar nou aan? Ja? Nou, gooi alles wat je weet over de geschiedenis overboord. Gooi al, als je nog op school zit, gooi al die geschiedenisboeken overboord. En pak dit boek. Dit is het enige boek wat je nodig hebt om de geschiedenis te begrijpen. Want dit is de geschiedenis die verteld wordt door Elsje. En Elsje die snapt de dingen heel erg goed. Die heeft een hele goede, die heeft een hele scherpe kijk op de wereld. Ja, of die goed is of niet, dat laat ik aan jullie even over. In ieder geval een hele grappige, maar wel herkenbare kijk op de wereld. En ik moet zeggen, Erik Hercules en Gerben Valkema, die hebben weer hun best gedaan om hier een hartstikke dik album van te maken wat helemaal vol staat met ontzettende grappige dingen die zo herkenbaar zijn. En dat vond ik bij het vorige album van Elsje wat ik gelezen heb en besproken heb. Ik zeg heel eerlijk, dit is het tweede album. Ja, maar ik vind deze net zo leuk als die en net zo herkenbaar. En vooral, het zit zo vol, er zit zo ontzettend veel in. Hè. De geschiedenis wordt echt, even kijken, waar is die? Ja, even besproken van de oertijd tot en met de toekomst. Ja, dus ze gaan heel ver terug. Maar ze gaan ook even vooruitkijken van hoe zou het in de toekomst zijn. Hè? Nou ja, goed, dat is altijd interessant om te zien. Maar de grappen die Erik Hercules bedacht heeft hier, die zijn zo ontzettend leuk. En vooral even de link met de moderne tijd. Bijvoorbeeld het hele idee van een selfie. Ja, is helemaal niet nieuw. Ja, Elsje deed dat al in de oertijd. Spam is helemaal niet nieuw. Ja? Hadden ze in de oertijd problemen mee? Hadden ze in de middeleeuwen problemen mee? Social media hadden ze bij de Indianen hadden ze daar al problemen mee. Ja? Dus dat maakt allemaal niet uit. Ben je benieuwd naar de Gouden Eeuw? Hè? Elsje komt Willem de Zwijger tegen. Weet je wie Willem de Zwijger is? Nou, Elsje weet het inmiddels wel. Ja? Nou, allemaal dat soort dingen kom je hierin tegen. Maar er zaten toch ook wel wat verrassende zaken in die ik er niet helemaal in verwacht had. Sowieso, de Indianen had ik er niet helemaal in verwacht. Maar wel leuk dat die erbij zitten. De Vikingen komen even voorbij. Maar eentje die er ook in zit, en dat vond ik wel heel grappig, de verschrikkelijke sneeuwman. Ik had echt zoiets van, hoe past dat even in de geschiedenis? Maar dat maakt niet uit, want dat is wel heel erg leuk. Want eindelijk laat Elsje zien waarom nou de verschrikkelijke sneeuwman de verschrikkelijke sneeuwman is. Ja? En jij had natuurlijk verwacht dat er hier nou een plaatje zou komen. Nee. Als je dat wil weten, moet je dit boek gaan lezen. Want er staat zo ontzettend veel in, wat zo ontzettend leuk is. Ik heb hier echt ontzettend van genoten. Ook even de oude Grieken. Hè? Ontzettend grappig om even te zien, de oude Grieken. En dan wordt er dan weer de link gelegd naar het hedendaagse Griekenland. Ja? Dus dat soort zaken komen hier allemaal in voor. En ja, er zit echt fantastisch. En het is allemaal gewoon prachtig getekend door Gerben Valkema. Ik bedoel, ja, die tekenstijl, ja, daar hoef ik gewoon niet veel over te zeggen. Die is gewoon fantastisch mooi. Het is gewoon heerlijk om zo'n boek te lezen, omdat het herkenbaar is. Het is grappig, het is prachtig getekend. Nou, wat wil je nog meer in een stripboek? Ik zou zeggen, dit moet toch voldoende zijn. En ik zeg al, ik heb nu echt maar een paar dingen aangehaald uit dit boek. Er zit nog veel meer in. Ja, ben je daarvoor nieuwsgierig? Dan zou ik zeggen, ga naar de stripwinkel en ga hem lezen. Haar lezen, Elsje. Ja, het is een zij. Ja, ga dit stripboek lezen, want ja, ik ben fan van Elsje. Dat is gewoon een feit. En dat komt ook omdat die boeken en die verhalen zo leuk zijn. Goed, de 100ste video over Elsje. Dit was hem dan. En dit is natuurlijk niet de laatste. Ik ga gewoon vrolijk door. Dus bij deze ook even, hè. Ben je nog geen abonnee van mijn YouTube-kanaal? Klik even op die abonneerknop, dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik de komende tijd nog ga brengen. En kijk ook even rond op mijn kanaal, want ik zeg al, dit is mijn 100ste stripbespreking. Dat betekent dat ik al 100 verschillende strips op dit kanaal heb besproken. Nou, kijk rond wat het is. Misschien vind je nog leuke dingen om te lezen. En als je leuke dingen vindt, ga ze bij de stripwinkel halen. Steun de stripwinkels, want dat vind ik ontzettend belangrijk altijd. En verder zou ik zeggen gewoon bedankt voor het kijken. Ga je Elsje halen. Heel veel leesplezier alvast. En tot een volgend vlog. De 101ste.